Hallo, goeiedag lieve mensen. Dan hoor je al die mensen zeggen, hè? Ik vind het zijn net robots. Ik vind ze echt scary gewoon met die hippie dingen en en die knuffeltjes en weet ik veel wat. Zo doen ze normaal, je moet al die knuffeltjes en weet ik veel wat en knuffeltjes en kusjes en we hebben verbinding nodig. Ja, zeker dat ze verbinding nodig hebben. Verbinding in hun kop. Al die draadjes die er los bij ze zitten, die moeten weer verbonden worden. Ze hebben ook schroefjes nodig. Waarom hoor je ze niet zeggen, we hebben schroefjes nodig, we hebben schroefjes nodig. Want al die schroefjes zitten bij hen los. Wat een stelletje gloeiende mafkezen. En dan denken ze ook nog eens een keertje dat ze met dat demonstreren de wereld gaan veranderen. Hey, jongens, vergeet het maar. Forget it. Gaat niet gebeuren. Dus iedereen die zich richt op van alles wat toch doorgaat, want dat is die nieuwe wereldorde agenda. Ja, dat bij niemand de nekharen recht overeind gingen staan. Dat Henry Kissinger zei en ook die andere lui. Wie niet de nieuwe wereldorde. Als ik iemand met een Duits accent hoor zeggen. Wie niet de Third Reich. Of een Fourth Reich. Dus het Vierde Rijk. Hè? Maar ja. Nou. Ja, weet je. Dus ze hebben verbinding nodig. Ze hebben verbinding nodig. Nou, dat heb ik in een ander filmpje heb ik ook al gezegd. Als ze zichzelf nou allemaal uit vrije wil en keuze. Elkaar een bomen vastbinden. Even kijken, dan blijft er eentje vrij over. Nou, dat is dan waarschijnlijk Tine Scopes. Dan moet Tine Scopes even helpen. Al die mensen, als de demonstranten ergens in een bos een boom vast te binden, dan hebben ze ook verbinding. Ja, maar ze zeggen dus eigenlijk, we hebben verbinding nodig, want al onze draadjes zitten los. Dus mensen, als ze gaan zeggen, we hebben schroefjes nodig, dan hebben ze denk ik genoeg zelfinzicht om aan zichzelf te gaan werken. Stel ik je jankbekken, ja. En ik ben absoluut 100% het niet eens met minister van Ongezondheid en Frikandellen, Hugo. Ben ik het niet mee eens. Ik ben het 100% niet eens met Rutte. Ja, ik vind het een engert en mijn mening is, en ik insinueer dat. En dat is net zoals Lange Frits, Lange Frots of weet ik voor wat. Ja, vind ik interessant. Ja, mijn mening is, het is een satanist. En nieuw wereldorde, krankzinnige mafkees. Maar het is wel onze premier, hè? Of president, weet ik veel. Het is wel onze premier. En we moeten er boven staan. En dit gaat helemaal niks worden met al dat gedoe en het druk lopen doen. Het is alleen maar kosten maken. Jongens, heren, dames, het spijt me om het jullie te zeggen. Hoeveel jullie ook demonstreren, het gaat niks veranderen in hun plan. Echt niet. Never. Dat gaat om triljoenen en een nieuw netwerk van internet en triljoenen en een nieuw netwerk van internet en AI, alles automatiseren, wat dan ook weer 87% van de banen gaat kosten enzovoort enzovoort. En ik hou rekening met een machineoorlog, hè, zoals in Terminator. Ja, lieve schatten, dus dat is iets waar ik rekening mee hou. Nogmaals, ik ben niet van de complotten, niet van de onzin, niet ongefundeerd allemaal dingen lopen schreeuwen waar die andere machthebbers ook niks aan gedaan hebben en waar FVD en Trump ook niks aan gedaan hebben, zullen doen of ooit in zullen veranderen. Ja, het Janus-effect. Ja, vooruit, achteruit kijken van het ene hoop. Jongens, ja, dus klaar. Zo is het nou eenmaal. Ja, deal with it. Ja, of ik het leuk vind, of ik het mee eens ben, nee. Maar we zullen op een andere manier verbinding moeten krijgen. Ja? Goh, ik kan niet meer horen, echt. Nou, we moeten verbinding hebben. Het lijkt wel een stelletje enge hippie-robots. Die echt op veel van die rotzooi hebben gekeken op internet. Jongens, ja? Zijn we met jullie ook allemaal? Zeg... Ja, ik ben het niet met al die mensen eens, maar waar ik het wel mee eens ben is, jongens, relax, doe normaal, neem verantwoordelijkheid voor je gedrag en gedragingen, pleeg geen strafbare feiten, bedreig geen mensen en neem het zoals het is. Vrijheid van meningsuiting, en voor iedereen geldt dat, vrijheid van meningsuiting is dat ik ook op iedereen commentaar mag geven en op iedereen mag en tegen iedereen aan mag lopen zeuren. Ja, en ja, dat is dan mijn mening. Dus ja, dat is... Dat is mijn vrijheid. Dat is mijn vrijheid van meningsuiting. Ja, als het al die klanten ligt en die conspiracy mafkezen en dit en dat. Dan, dan zeg je je mening en dan op een Zoom meeting. Dan gaan allemaal mensen bedreigen en dit dat en ook allemaal. Ja, nou, ja.
Ja. Is toch niet cool, jongens? Relax. Kom goed. Het einde der tijden. We're all gonna die. Ah!